Tijdens een beraadslaging van het speciaal tripartiet overleg op het kabinet van de president op donderdag 23 december 2021 heeft president Chandrika Prasad Santokhi het belang benadrukt van een gedegen start en uitvoering van het IMF-programma. Het staatshoofd heeft medegedeeld dat professor Dr. Martin Schalkwijk, die belast was met de leiding van het tripartiet overleg, het voorzitterschap overdraagt aan de heer Willem de Miranda. We spraken de heren Schalkwijk en de Miranda hierover. Het nieuws is ter oren gekomen vanavond dat u de nieuwe voorzitter wordt van het tripartiet overleg. Hoe komt dit nieuws bij u over? Ja, het was voor mij natuurlijk geen nieuws, want ik ben eerder gevraagd of ik beschikbaar was om het te doen. Ik ben de afgelopen maanden de secretaris geweest van het tripartiet overleg. En heb dat samen gedaan met voorzitter Schalkwijk, die dus nu afscheid neemt omdat hij andere verantwoordelijkheden op zich gaat nemen. En hij heeft me gevraagd of hij mij kon voordragen naar de regering toe. Vooral gezien het feit dat we in de afgelopen maanden heel intensief samen eraan getrokken hebben. Ik volledig bekend ben met die materie en het zich in het komend jaar verder moet gaan uitspelen. Ja, en dat hij zou adviseren om niet weer iemand te gaan aantrekken die er helemaal nieuw in komt, maar juist die continuïteit erin te bewaren. En daarom vroeg hij mij dringend of ik bereid was om hem op te volgen. En uiteindelijk heb ik ja gezegd. En in de vergadering gaf u uw zorgen kenbaar over het draagvlak. Zijn deze zorgen nu helemaal opgeheven? Ja, nee, de zorgen hebben natuurlijk te maken met het feit dat meneer Schalkwijk, de tot nu toe voorzitter, dat die in het afgelopen anderhalf jaar heel intensief binnen de regering, binnen het ministerie van Financiën, heeft gewerkt, ook met alle ministers en heel nauw met de president en de minister van Financiën aan het herstelplan onder andere en ook ondersteunend naar de onderhandelingen met het IMF en daardoor volledig toegang had tot alle geledingen. En de deelnemers aan het tripartiet overleg van vakbeweging en bedrijfsleven, die hebben natuurlijk wel graag een tripartiet overleg dat geleid wordt door een voorzitter die een beetje op het niveau van Schalkwijk kan bogen op ingangen om effectief te functioneren. En dat zal ik niet na kunnen doen. Maar in ieder geval heb ik de verzekering gekregen van de minister van Financiën en de president dat ze openstaan, ook voor deze voorzitter, zodra ze nodig zijn. Een zeer bescheiden houding van meneer de Miranda. Maar het wordt hard werken naar het evaluatiemoment toe. Dat is in maart. Heeft u er alle vertrouwen in dat u dat haalt? Nou, het is natuurlijk een groter evaluatiemoment voor het programma van het herstelplan plus het programma van het IMF. En daarbinnen speelt het tripartiet overleg en het tripartiet akkoord heeft zijn rol daarin. Ja? En we zullen natuurlijk met ons tripartiet overleg ook tempo moeten maken, zodat we ten aanzien van die verschillende onderdelen die het tripartiet overleg regarderen, dat we daar ook tempo maken en tegen eind maart die toets kunnen doorstaan. Kunt u in makkelijke woorden voor het volk even aangeven, wat is het voordeel voor het volk als dit tripartiet overleg goed wordt gekeurd? Nou, kijk, het is van belang voor het op orde brengen van de economie. En op orde brengen van de economie is van belang voor het volk. Al voel je het niet elke dag rechtstreeks aan je lijf, is het voor iedereen van belang dat de economie op orde komt. Dat we weer op een pad van groei en verdere ontwikkeling kunnen komen. En om dat te kunnen bereiken heb je een situatie van, nou, zeg maar, maatschappelijke rust zo goed mogelijk, zoveel mogelijk. Je kan niet alle onrust vermijden. Maar daarvoor is van belang dat je een overleg hebt waar vertegenwoordigers van werknemers, van werkgevers en de overheid op een goede manier met elkaar aan de tafel zitten. Om de problemen die op onze weg komen gezamenlijk onder ogen te zien en op te lossen. En dat oplossen is in het belang van de mensen. Toen de president mij vroeg om een tripartiet overleg als voorzitter voor te zitten,
heb ik gezegd, ik wil het wel doen, maar tot 25 november eigenlijk. Dus dat wist hij van tevoren. En het is een beetje een maandje langer geworden, maar dat is ook niet erg. Maar ik heb gezegd van oké, dan moet ik het nu overdragen. En we hebben geconsulteerd. En belangrijk is dat je het overdraagt aan iemand die de issues goed kent van het tripartiet overleg, zodat je niet iemand anders helemaal moet inwerken. We hebben heel diepgaande discussies gehad. Dus vandaar dat de keuze is gevallen op de secretaris van het tripartiet overleg, de heer Buddy de Miranda, die een oude rot is in het vak ook en de issues heel goed kent. En dat is geaccepteerd geworden ook door na consultaties. Dus ik doe dat ook met veel vertrouwen, het volste vertrouwen in hem en dat hij ook een goede leiding zal geven aan het tripartiet overleg. En dat zou dus eigenlijk mijn volgende vraag zijn geweest, maar u heeft die dus al beantwoord. U heeft er volste vertrouwen in dat meneer de Miranda dezelfde resultaten zal behalen als wat u beoogd had in maart voor het allereerste evaluatiemoment. Ja, de heer de Miranda, die, net wat ik zei, hij kent de issues en hij is ook geïntroduceerd bij minister Financiën en anderen, zodat hij ook die ingangen heeft. En de nieuwe secretaris van het tripartiet overleg, dat wordt ook iemand van Financiën, de secretaris van Financiën. En dat betekent dat er ook een, laat maar zeggen, heel goed overleg altijd zal zijn met de minister van Financiën, die ook het clusterteam trekt op dit gebied. En dat is belangrijk, omdat er issues zijn waar je vrij snel moet handelen, zoals met de belastingen. Verlaging, we hebben het besluit genomen en binnen een maand moet eigenlijk de wet gewijzigd worden. Dus het is door de regeringsraad gegaan, nu bij assemblee gevraagd voor eind van het jaar doe het, zodat januari de mensen ook al zien van oké, tripartiet overleg heeft dat besloten, het is nu uitgevoerd. En dat geeft ook weer vertrouwen denk ik bij de burgers en de loontrekkers. Van oké, ik voel een beetje verlichting ook in mijn portemonnee. Dus nee, dat zal goed gaan, denk ik. En ook de uitvoering van de afgesproken maatregelen. En de president heeft aangegeven hoe dat ook. Dat de regering er helemaal achter staat, ook achter dat tripartiet akkoord. Zodat ook van regeringszijde, dat hebben ze ook getoond tot nu toe, dat zij dat echt ook willen gaan uitvoeren. En dat stemt prettig, omdat het ook meer vertrouwen geeft bij bedrijfsleven en vakbeweging, hè, die de sociale partners zijn, samen met de overheid, om een beetje complexe problemen, moeilijke vraagstukken, gezamenlijk te bespreken en oplossingen te vinden. Het overdragen van het voorzitterschap betekent nog niet dat u helemaal uit de picture bent. U zult u zich inzetten in een andere functie voor land en volk. Wat kunt u wel daarover uitweiden? Wat mag het volk wel daarvan weten intussen? Nou, laat maar zeggen, ik ben afgelopen jaar betrokken geweest bij het herstelplan. Ook bij het regeerakkoord, hè, toen vlak na de vorming van de coalitie. En met de IMF-onderhandelingen deels. En nu met tripartiet overleg. Dus ik denk dat ik als hoogleraar in ontwikkelingsvraagstukken een aantal zaken vrij goed begrijp. En dat er een beroep op mij gedaan kan worden. Hè, als technocraat. Ik ben geen actief politicus, ik ben meer technocraat. En dat is ook nodig om met mensen te kunnen praten, om moeilijke issues van verschillende kanten te begrijpen, te bestuderen en te zoeken naar oplossingen. En op dit moment ondersteun ik de implementatieunit van het herstelplan van IMF om na te denken van oké, hoe moet dat allemaal ook verder gaan. He, dus ik help nog steeds nu met sociaal vangnet, zal een nota moeten komen daarover en ook de loononderhandelingen. Dat zijn moeilijke issues
waar ook de regering goede nota's over moet krijgen van oké, hoe ga je dat precies aanpakken. Hè, dus ik ben ondersteunend bezig met een aantal issues die voor het hele land van belang zijn.